ça. Et là, ce qu'il a fait. Tout ça pour tout ça. Ouais. Et toi, va nous donner des sous. Hein. Ouais, ouais, ouais. Tiens, je te le rends. Là, t'as donné 90. Ouais, c'est pas grave. Voilà. C'est bon. Et moi, sinon, je me demande de le mettre sur le compte. Ça, c'est pour parler flamand. Mais du plat de flammes. Du plat de flammes. Du vrai flamand. Ouais, comme toi, t'apprends. Du vrai flamand. Ouais. Pas du flamand néerlandais. Wat je hier wat kattes voor rata? Wat? Rata. Rata? Nee, rata. Wat je niet wat kattes? Vroeger ze zijn maar rata in. Dat ze patatten die smeuzen. Dat ze patatten die kook zijn, die smeuzen. Met een jongen. En ze deden daar toen een ding, een jatte koffie erin, om schone bruin te zijn. Meer niet? J'ai rien compris. Du rata. Ah oui, du rata, oui. Mais dans le temps. Tu connais? Du rata. Oui, du rata, oui. Ouais. Et dans le temps, c'est de van de kant van Rissel. Lille, du côté de Lille. Oui, là, oui. Ouais. Ah bah, ma mère, elle mettait soit du viandox. Oui, oui. Soit du café. Ah oui, c'est bon. Oui, ça colore. Mais oh, foudain. Du rata. Viandox, ouais, hein. C'est mieux. La tarte de mandeme, rata. C'est bon du rata. Ouais. Ah, ouais, ouais. Bon, avec du mouton. Ouais. Ouais. Avec du mouton, mais lavé aussi, on peut ouais. Ajouter. Ouais. Lavé, ouais. Patates met adions, patates met chalotten, patates met rauben, des oignons, des échalotes, des navets. Ouais, mm-hmm. Des navets. Ouais. Ouais. Tout était bon. Spinazie. Spinazie. Zeg Alain, wat kan dat hier? Zit die pas voir un paquet? Van Blom, wat is dat? Ja, daglilies, hè. Daglilies. Ik ken er zo 300 soorten. Maar ja, je hebt nu de destels mee. Is je liefhebber daarvan? Ja, godverdomme. Je verkoopt dat ook of wat? Je kwekt dat. Al schotjes, dat is een oude moederplan. Maar we gaan toen, achter en 80 jaar, al de schotjes af. Wat moet ik hier kijken? Hij ziet, het een dag tijd is. Het komt een ander weer op. Ah ja. Ja? Daglelies. Dat zijn daglelies. Maar geen oudewaardje. Die bloemen en maar één dag. Eén dag om. Je hebt de oudewaardje daglelies, van die wette. Ja. Maar dat is een zak. Hè. En ze noemen dat Emiraculis. In het Frans. In het Frans. Of in het Latijn, wat is ja, het Frans? Ja, Emiraculis. Emiraculis. Dat je, maar ja, je moet even kijken. Met al die tankjes. Kijk dat. Ja. Ja. Maar ja. Dus. Maar goed, dat zijn zakken. Hele. Maar ja. Ze beginnen nu het bloeien, hè? Ja. Ja, het is al van juni en ze bloeien, hè? Maar ze zijn toch wat water had in de laatste tijd? Ja, 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 ja. Dat is wel goed, hè? Ja, ja. Maar zijn ze een beetje droog is dan zeker? Dat is het dubbel, dan. Een dubbel, ja. Dat is het dubbel. Zeg, Alain. Ja. Van waar zie je? Van Steenakker. Wat verbracht je dat, Steenakker? Een afdeling, een wieding van boschepen. Van boschepen? Ja. Je had de zevende gemeten, je had een Steenakker, je had de Wastaalsen. Gelijk als wij zo zijn, een groot popering. Westvleten, Oostvleten. Ja. En hè? Ja. En weet je, dat is in Steenakker. Ah. Daar heb je de Wastaalsen, je hebt de Kokerelen, al rond het bosje hebben. Le Mont Coquerel, de Kokerelen. En je hebt dan de zevende gemeten. Maar je hebt er nou, hè? De Rome. Ja, hè? Je hebt er veel, hè? En zeg je van Steenakker? Ik zeg van Steenakker. Ik zie... Dat was een speciaal kwartier in Steenakker? Nee. De meisje van Steenakker? Toen had verdomme... Gezonde meisje? Bagareurs, hè? Ja. Ze gaan weg, hè? De blondjes. Maar had verdomme, hè? Sinds daarvoor gekend? Ja, zie. Weet je, hier de bende van politie nog aan dat grote zin zijn. Maar eigenlijk zit hij hier niet ver van de frontier, hè? Wat? Ja. En hè? Zit. Hij gebloot? Ik kan dat niet weten. Moet ik dat vragen? Heb je dat geweten? Ja, mijn Peter heeft dat blauw. Mijn onkel heeft dat blauw. Tobak en... Ja, dat. Maar je moet opletten met dan. Hè. Een zak op, twee zakken op je rek. En dan begint kakelen. Dan komen ze... Hé? Zou ze beter eerst dood doen? Hè, dan? Maar ja, dus het moest een levende zijn. Ja. Maar dan dit. Tobak. Maar jong toch. Hier in Steveling. En dat dan bij miljonairen kan. Op tobak blauw. Is dat waar? God, die godverdomme. Maar hier had dat nooit gedaan? Ik kan dat nooit weten. Maar je weet dat van je vader of? Van mijn Peter. Mijn Peter, zijn ze er zijn een fouten. Weet je wat ik heb van ja, een fouten? Ja, fouten. Gelijk gedaan. Ja. En tijdens het bedden was er dat zakken vidden. Ja. Toen we dan mijn plan. Ja. En ze deden dat we een voorraad, al die tobak erin.
En benachten, dan ze die tobak uit en ze gaan deuren om te blauwen. Door al die kleine wegeltjes. Met een zak op naar de rek. Eén of twee. Oh, dat is wonderlong, hoor. Ja. Oh. Zeg alleen, maar je zit hier van het Steenakker, van Boeschepen. Ja. Maar hoe komt dat eigenlijk dat je zo goed Vlaams klapt? Ja. Ik heb dat verbeterd om de gazette te lezen en op de televisie dondertitels. Ja. Ik heb dat zo geleerd. Dus je kunt je eigenlijk Vlaams lezen? Ja, kan, ik schreef ook. Hè. Maar ik heb één messen met de double E en de double A. Ja. Dan ben je ook nog een keer messen. Ja, ja. Maar ja, ze verstaat toch lekker. Voilà. Ja, ze. Maar was hij toen nog school geweest? En Boeschepen. Ja, ken ik toen nog 3 jaar ziek geweest. Hè. Ik heb een longontsteking gedaan aan het hoofdjaar. Ik heb een kandidaat geweest. Ik heb nog 3 jaar mes van de school. En 14 ik heb toen begonnen binnenhouden. Binnenhouden? Ja. Ik heb toen mijn heel loopbaan en binnenhouden. Mo? Ja. Hij in het vlees gezeten? Ja, mijn heel leven. Als in het vlees? Altijd in het vlees. En nu zit hij in de grondsels en in de bloem. Maar ik heb dat zo geen gedaan. Ja. Vroeger bij mijn moeder. Dat is ook zo'n gelofting. Ja. Ik kan dat ook. Hè. Ja. Maar je komt uit nul. Ja. Ja. Maar in school alleen? Ik kon geen rap, maar we vertalen werd er dat toen lesgegeven? Frans. Je moest tegen Vlaams klappen. Hè. Je wou je oren uit te trokken. Hè. Je wou de lipjes van je oren uit te trokken. Doe dat ik nu. Ja, dat, hè. Ja, voor een terechtkom. Heb je dat nog geweten? Ja, ik hoop voor dat. Mijn oren is ook nog uit te trokken. Hè. Oh, hé. Ze kwam, hij, mijn spessen pekkel. Pekkelspelen, ja. En dan een keer in scholenkoster. Wat wachten ze? Mij binden, hè. En wip aan je hat en een noeken, hè. Omdat je Vlaams klapte? Ja. En trok bij je oor, maar dat was alles schuurd. En mensen vroegen dat duist niet zijn. Is het waar? Mensen dat duist niet zijn. Had je dat nog geweten? Ja, ik hoop voor dat, hè. Ja, kan, hè. En wat voor jaren was dat toen? Ja. Kijk, ik ben 73. Ja. Ik kon 12 jaar oud. Pakte ik je... Is het 73? Dus in de jaren, begin de jaren, eind de jaren 40, begin de jaren 50? Ja. Moet je in school gezeten, ja. In de jaren 50. Ja. En toen waren er nog van die straf mee heen. Ja, godverdomme. Omdat je Vlaams schatten. En dat zou, hè. Met een stalen regel, hè. Ja. Je moest je vingers en zo doen. Paf, drop, hè. Op je naam. Ja, 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 ja. Zeg alleen, en tussen mijn vader en moeder, we vertalen klapt altijd dit. Vlaams. Als dan Vlaams? Altijd Vlaams. Ja. Je vader en moeder, ja, zijn ze ook van Boeschepen van Steenakker? Ja, maar ze kunnen ze goed naar de Frans, hè. Maar ja, ho. Ze kunnen ze goed gaan schrijven, hè. En die jaren zo veel achteruit, ze kunnen ze ook geen goed Frans schrijven, hè. Maar, ja, maar als ze een Vlaams dat klapt. Zijn er hier nog mensen die Vlaams klapt hier in... Eén, hoor. En Boeschepen, één in Steenakker. Ja, het godverdomme. Plat Vlaams, hè. De laatste generatie, hè. Ja, en die gaan nog aan de school om Vlaams te leren. Madame meneer, dan. Die vent van Rissel? Van ja, 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 ja. Hij was van Rissel, hè? Hij komt er ook niet in, hè. Hij gaat niet vooruit. Nee. Nee. Dat is niet gemakkelijk, hè. Die vent van Rissel, die gaat naar school? Hier in de Boeschepen. Om Vlaams te leren. Maar? Ja. Hier, zijn vrouwen gaan niet mee. Hier is alleen hem. Maar hij woont hier in Boeschepen, ja, misschien? Ja, hij woont in Steenakker. Ah, ja, hij woont in Steenakker. Maar hij is afkomstig van Rissel. Ja, hè. Ja, het komt vele mensen van buitenboeschepen, van... Maar ja, net zijn dat weken, het zijn al vreemden. Het zijn vreemden. Hij had al weinig of geen contact met... Nee. Die klapt ook geen Vlaams. Nee. Wij zijn minder dan zijn, hè. Door de mensen al jaren gaan ze weg, hè. Ja, iedere keer dat wie in de wet gaat, is er een stuk van de Vlaamse taal. Voilà. Ja. Dat is waar, alleen. Kijk, ik zit er in Chaloa weg. Wat zei die oude? Gerard Brun, godverdomme. Met een dingen vinden. Over een kors. Mooi jong toch. Albums. En net er wel 50 tjaste. Van al de coureurs. Den hoek je klappen. Mooi jong. Gerard. Chalot is ook waar. Wat zijn de massa waar? Al oude. Dat zijn mensen die dood gaan. Ja, ja, ja. Ja, hè. En die huizen worden toen dekkers verkocht aan vreemden. Ja, het zijn al vreemden die komen. Is het waar? Dat is jammer, hè. Je vindt dat jammer, Alain? Ja. Ja, het is jammer. Ze zullen dan moeten een ding doen, een boeschepen, rond een boeschepen. Juist met nog mensen die Vlaams klappen. Dat gaat wel blijven, hè. Dat blijft. Dat gaat 10 jaar niet meer doen, hè. Al is het, Gerard, ze zeggen dat al lang, hè. Dat gaat wel blijven in Frankrijk. Ja. Maar toch vind je nog mensen die Vlaams klappen, hè.
Ja, jongens. Maar inderdaad, ja.